Het ministerie van Defensie heeft vanmorgen 88 militairen bevorderd naar een naast hogere rang. Het ministerie is bezig een inhaalslag te maken om de achterstand in bevorderingen bij de defensieorganisatie in te lopen. Wenner Kiwasen, waarnemend bevelhebber van het Nationaal Leger, sprak de bevorderden bemoedigend toe. Een hogere rang krijgen betekent namelijk ook meer verantwoordelijkheden. Bevordering is niet alleen omdat uw tijd aangebroken is of omdat u recht op hebt. De nieuwe rang op uw schouders is ook een duidelijk bewijs van het volste vertrouwen dat uw commandant en de legerleiding en de defensieorganisatie in u heeft gesteld als professional. Blijft u zich dus correct, maar meer nog, blijft u zich professioneel opstellen. Onthoudt u, het blijft niet bij deze bevordering. Ieder militair heeft de mogelijkheid om hoger op te komen in de organisatie. De carrièrekansen zijn gelijk voor ieder. Echter, bijvoorbeeld, om onderofficier en officier te worden, dient u wel te voldoen aan toelatingseisen. Als u ambitie heeft om bijvoorbeeld onderofficier of onderofficier te worden, doet u uw moeite om te voldoen aan de gestelde eisen. Bijvoorbeeld, rond uw MULO af, uw LBO of uw middelbare opleiding af. De tijd dat we militairen toelaten tot hogere opleidingen, zonder dat zij voldoen aan de gestelde eisen, is voorbij. Volgens minister Krishna Kumari Mathura is het een lang verwachte bevordering waarop de militairen hebben gewacht. Een bevordering is geen gunst, maar een wettelijke verplichting naar de militairen toe die het hebben verdiend. Militairen die hun land en volk onbaatzuchtig en loyaal dienen, moeten niet wachten en verzoeken om een bevordering. Ze moeten dat op tijd krijgen. En deze plicht rust op elke leidinggevende van het leger. En ik ben blij dat de bevelhebber dat ook net heeft aangegeven. Groepscommandanten, pelotonscommandanten, compagniescommandanten, krijgsmachtsdeelcommandanten. U bent hun leider. En het is uw plicht om op te komen voor uw personeel. Want wanneer u doelen moet realiseren, dan is het personeel dat u gaat ondersteunen daarin. Wanneer u resultaten gaat moeten neerzetten, dan is het personeel waarop u gaat moeten leunen en steunen en bouwen. Dus als ze gemotiveerd zijn, als ze krijgen waarop ze recht hebben, dan zijn ze ook beter in staat om resultaten neer te leggen. Mathura onderstreepte dat de leider in het Nationaal Leger niet te vergelijken is met andere beroepen. Zij moeten ervoor zorgen dat nieuwe leden op de juiste manier worden getraind om de waarden en normen van militair zijn hoog te houden.